De avondploeg. Gametime. IGN.com wordt weer vertegenwoordigd door Maarten en Bart, jongens. Yes, we zijn er nog steeds. We hebben prijzen meegenomen. Ik vind het zo mooi dat het al gewoon 3 weken niet anders is dan dat Bart gewoon volledig naar de ruk eruit ziet vanwege dat hij alleen maar Destiny zit te spelen. Ja, dat is wel zo. Je ziet het wel in die oogjes. Ik vind het voor het eerst wel meevallen eigenlijk. Weet je wat er aan de hand is? Ik heb ook gewoon gordijnrails zitten ophangen met een klopboor in een betonnen plafond. Ja, en met de andere hand de PS4-controller vast. Dat is de loot cave. Ja. Nee, het gaat hartstikke goed, gasten. Het valt juist reuze mee. Sorry, Maarten, ik onderbrak jou. Nou ja, ik zei dat we prijzen mee hadden. Oh, dat lekker. Ja, FIFA 15. Yes, dat gaan we zo meteen bespreken, weggeven. En er is ook nog van alles gebeurd in Gameland, wat? Ja, nee, laten we beginnen met goed nieuws. Gratis nieuws. Dit weekend is... Het is altijd gratis hier. Nee, we hebben nieuws over gratis dingen. Dat is altijd leuk. Nou, stop. Kom maar dan. Dit weekend is PlayStation Plus is gratis. Of in ieder geval het multiplayer gedeelte van de PlayStation is gratis. Dus je kan bijvoorbeeld... stel je voor, je speelt Destiny en je hebt nog geen PlayStation Plus. En je kan normaal niet de strikes doen met je vrienden. Dan kan dat dit weekend wel. Maar gewoon 1 weekend lang... Ja. Beetje, maar dat is gewoon ben ik genaaid. Ik heb net, ja. Maar ik voel me ook genaaid. Ik heb net 12 maanden gekocht. Ja. Had je beter na het weekend kunnen doen. Ja. Jij kan dus gewoon altijd. Je hoeft niet alleen dit weekend. Maar je kan daarna ook nog. Nou, dat is toch top. Lekker voor mensen die dat willen gaan proberen dit weekend. Ander nieuws? Nou, we hadden het net toevallig over de willekeurige game Destiny. dat spel is natuurlijk net uit, hè, en er wordt heel veel gespeeld, zelfs door jou. Ja, dus ik ben bijna elke helemaal... avond te schieten naar de uitzending. Zeker. Maar er is een statistiekje die bijhoudt hoeveel uur gamers per dag Destiny spelen. Dus de Destiny spelers. En dat is 4 uur per dag. Dat is best wel veel. Ja, daar zit ik ook wel aan. Ja, ik ook. Ik denk Bart iets hoger. Of niet Bart? Ja, ik denk dat het de komende tijd iets minder gaat worden. Maar meer omdat ik gewoon weg ben en niet kan spelen. Maar inderdaad, 4 uur. En je neemt hem niet mee op vakantie? Nee, ik ga op trip. Ik ga naar Dreamhack in Stockholm. Oh, dat schijnt heel vet te zijn, toch? Dat is een soort LAN-party. Dit is alleen een toernooi. Maar die LAN-party is later dit jaar nog. Maar dus ik ben even 3 dagen e-sports aan het kijken in plaats van Destiny aan het spelen. Maar dat is ook... Maar wat de meeste mensen dus de laatste tijd hebben gedaan, is op 1 bepaalde plek op aarde... Het is een grot en er komen continu alleen maar vijanden Je bedoelt uit. Op aarde in Destiny? Ja, niet ja. In Destiny. Dat en die is helemaal... Dat is een grot en er komen dan continu vijanden uit. En daar hebben dus... Gasten staan daar dus echt de hele dag. Staan daar gewoon alleen maar... Omdat je daar hele toffe spullen krijgt. Staan ze alleen maar daar te farmen. Ik heb daar vannacht ook nog even 1,5 uur gestaan, ja. Ja, klopt. Ja, mocht je het is gewoon werken. Waar is het? We zijn Ivo al helemaal kwijt met die hele Destiny-discussie. Maar gaat het over? Waarom probeer je het niet gewoon? Nou ja, luister, ik vind het er allemaal best wel mooi uitzien, maar ik heb daar gewoon het geduld niet voor, joh. Meen ik heel eerlijk. Gaat het niet over? Heb je gewoon geen zin in? Nee, het gaat over Destiny. Oh. Nee, ja, dit is gewoon niks voor mij. Nee, dat kan toch? Nou ja, dat kan toch? Ik voel me wel heel aangevallen hier. Ja, dat zou ik een beetje. Ja, is ook wel. Je bent gecornerd. Hoe kan dat nou dat je dat zelfs niet zegt? Zelfs Glenn krijgen we nog wel zover, nou, denk ik. Om Destiny te spelen. Ja? Fuck yeah. Ja, toch? Echt? Ja? Ik weet niet waar ik het over heb. Het is je lot. Het is je lot. Goed, ander nieuws. Nog meer gratis dingen, Bart. Ja, nee, absoluut. Wat er nu ook gratis te downloaden is, en dan in plaats van de PlayStation op de Xbox 360 wel te staan, is Halo Reach. Gewoon gratis. Wow, gewoon die maar dat is een... Dat is wel recent nog. Ja. Die kun je gewoon gratis downloaden en spelen. Wat episch. Ja, volgens mij kan dat tot het eind van de maand, dus ik zou hem opstarten, maar dan moet je wel, als het goed is, Xbox Live Gold hebben. Oké. Okay. En dan, er komt een launch event komt eraan. Ja, weet je, wij zijn journalisten, wij mogen de games al spelen voordat ze uit zijn. Maar nu is de kans dat jij dat ook kan doen, want er is een The Evil Within event. 9 oktober en de game komt 14 oktober. En dat is een eventje met een programma, kun je de game spelen, prijzen, goodies, even facts. Heel kort, wat is The Evil Within ook weer voor een game? Hij wordt gemaakt door Shinji Mikami en dat is de man achter Resident Evil 4. Oeh. Zowel de allerbeste Resident Evil ooit gemaakt. En het is echt een survival horror. En het is eng. Je kruipt in een kast en dan komt er iemand langs met een heel groot bijl. En denk je, ik blijf nog even zitten. Toppie. Dus The Evil Within, je kunt naar dat event. Waar gaat dat plaatsvinden? Dat is in Haarlem van
6 uur 's avonds op 9 oktober tot 9 uur 's avonds. En dus er is ook zo'n gesigneerde cap van die dude. Dat is echt een held. Maar als je deze game vet vindt, dan vind je dat vet. Ja. In ieder geval, er zijn geen VIP-tickets, maar R.E.P. RIP-tickets. Rest in peace-tickets. Ja. 2 tickets moet je gewoon eventjes... daar gaan we geen vraag voor stellen. Dat gaan we doen op de Facebookpagina van de Avondploeg. Facebook.com/Avondploeg, denk ik. Ja, zeker weten. Alright, daar is de vraag gesteld. Dus ga daar als een sodemieter naartoe om die 2 RIP-tickets binnen te harken. En zo meteen geven FIFA 15 weg. Ook leuk. Oh my god. Ja, want ik voel me net Sinterklaas. En zeg maar, eindelijk hebben over een game die ik ook leuk vind. Ja, dat vind je ook leuk. De Avondploeg. Game time. En laten we je nog even vertellen dat je nog steeds kans maakt op RIP tickets voor The Evil Within, was het, hè? RIP tickets. Ja, ga ze zo de mieteren naar die Facebookpagina van de Avondploeg. Facebook.com/avondploeg. Facebook.com/avondploeg. En wie weet win je RIP tickets en ga je dus naar dat speciale event. Yes. Dan. We gaan nu FIFA over... FIFA 15! Ja, precies, want dit is de game. Kijk, weet je, dit is de Destiny van Wart voor mij, zeg maar. Dit is mijn game van het jaar. Nou, wat dacht speel je van mij dan? Het meest. Ja, eigenlijk iets wat kunnen wij een keer over hebben. Hij speelt jou wel... Ik speel hem niet heel vaak, maar. Nee, jij speelt... Maarten speelt wel meer FIFA dan jij, hoor. Ja, maar dat komt ook omdat ik natuurlijk geen console heb. Waarom heb jij geen console? Nou, goed. Daniel heeft er 2. Ik heb er 3 zelfs. 3. Hier. Ja, het is echt belachelijk. Maar FIFA 15 komt donderdag in Nederland uit. We hadden hier net al in de studio een discussie over hoe belachelijk het wel niet is dat FIFA 15 eerst in Amerika uitkomt, waar ze dol zijn op voetbal, weten we allemaal. Ja. Het spel wordt in Canada een studio gemaakt van EA, dus dat is sowieso lanceren ze daar games geloof ik altijd op dinsdag en wij op donderdag altijd. Mag ik gewoon een nieuwsgierige vraag? FIFA doet natuurlijk al die sportgames, die doen ook Madden, NFL in Amerika en zo. Is dat allemaal gewoon eigenlijk dezelfde techniek aan de achterkant? Is het gewoon zo dat ze gewoon eigenlijk die National Football League game kopiëren en dan een beetje het veld aanpassen en dan, hey, voetbalgame? Nou, het draait wel op dezelfde engine. Kijk, deze engine nu, die is nieuw. Die is de Ignite engine. En ik weet zeker, praktisch zeker, ik weet geen flikker van Madden en NHL. Je kan het niet eens uitspreken. Maar dat draait op dezelfde engine. Ja, je ziet die player impact en dat soort toestanden. Dat is wel... vergelijkbaar. Maar dus ook vergelijkbare updates. En om daarop terug te komen. Ik bedoel, deze FIFA 15 is gewoon FIFA 14 in een nieuw jasje. Ja. Dat is altijd zo. Dat is elk jaar zo. Daar kom je niet omheen. Ja, maar het blijft voetbal natuurlijk ook. Maar het ziet er wel zo waanzinnig uit. Waar ze vooral verbeterd hebben dit jaar is extra's. Weet je, zoals emoties van spelers. Je ziet ze balen als ze schieten. Je ziet ze boos worden op elkaar. Wegwerpgebaren maken. Handen voor het gezicht. En het is echt emoties. Het publiek gaat helemaal los. Super veel sfeer zit erin. En dat vind ik eigenlijk gelijk echt heel cool, maar ook een beetje een nadeel. Want ik wil eigenlijk die gameplay, want daar gaat het natuurlijk echt om. Die is zeg maar wel verbeterd, echt beter hoor, maar ik had meer verwacht. Ik heb hem gisteravond op een event gespeeld bij EA. Het ging nog niet zo goed. Wat had jij meer verwacht dat er niet in zit dan? Kijk, er zitten een aantal dingen in die best wel sterk zijn. Zoals een voorzet vanaf de zijkant en die kan je dan erin koppen. Of een dieptebal. Ja, er schijnen echt 150 nieuwe manieren om te scoren te zijn en zo. Ja, nou ja, ik zie toch nog steeds redelijk veel dezelfde. Maar goed, in ieder geval, het is een supergoeie game, maar daar niet van. En keepers zijn bijvoorbeeld ook heel erg veranderd. Die zijn echt helemaal opnieuw. Die zijn echt helemaal opnieuw geprogrammeerd met nieuwe animaties. Super onvoorspelbaar. Soms halen ze echt de bal uit de kruising als een kat. En soms dan komt er een rolletje op af en dan, wat is dat? En dan rolt hij heel triest over het lijntje. Dus dat is wel leuk, is onvoorspelbaar, is lastig te anticiperen. Maar vooral het dribbelen is ook redelijk nieuw. Je kunt nu heel de bal dicht bij je houden. En dan komt er een gast aangerend en die wil de bal afpakken. En dan stop je gewoon even met rennen. En dat kan heel direct, dat is heel gevoelig. En dan ren je er gewoon langs. Dus dat is heel cool. Met andere woorden, FIFA 15. Ja, Jij hebt hem gespeeld. Wat vind je ervan? Als ik het een cijfer zou geven, zou ik denk ik een 8,5 geven. Ik vind het een goede game. Het is absoluut verbeterd. Heel veel toevoegingen. Ook 20 stadions in Engeland. Nieuwe muziek. Nieuwe spelers. Het ziet er allemaal echt ultra gelikt uit. Het veld wat verandert tijdens het spel. Als het veld nat is trouwens, met regen, ziet het er echt waanzinnig uit. Als je de bal over het veld ziet rollen, je ziet gewoon die waterspetters opspatten. Dus erg cool. Maar Bart, er is nog steeds verbetering nodig. Mogelijk. Oh, sorry. Jullie waren me helemaal kwijt. Jij zat even in de Destiny-app nog, nee, hè? Nee, gewoon... Ja, ik heb vroeger heel veel FIFA gespeeld. Echt. Het FIFA 2003... Volgens mij ben ik al 37 keer kampioen geworden op de GameCube zelfs nog. Maar tegenwoordig, weet je, op de redactie, dan zijn ze allemaal zo fanatiek. En dus als ik dan een keer score, dan ben ik heel blij en dan word ik enthousiast. En denk iedereen weer, wat is die gast nou aan het doen? Het raakt me niet meer zo. Jongens, we gaan hem wel weggeven, FIFA 15. Jazeker, op de PlayStation 4 of de Xbox One of de Xbox 360 of de PlayStation 3 als je nog een beetje een gierige, karige gamer bent. Ja, goed. Wat is de vraag? De vraag is, wat is de beste speler uit de game?
Oh, de beste speler in FIFA 15. Google is your friend. Wie is het? SMS jouw antwoord. Naar 5380. En wie weet win je? FIFA 15. De avondploeg. Game time. Met Maarten Wart nog steeds in de studio. En zodra jij muziek hoort op Radio 538 gaat het in de studio over Destiny. Maar ook over FIFA 15, want ik heb net even die commercial zitten kijken. Die is episch. Feel the game. Feel the game. Maar dan gaat het om emoties. Voetbal is emotie, voetbal is drama. Ja, het is toch wel lullig dat dan de Engelsen, die toch wel heel... Ja. Nou, ik bedoel, wij zijn ook lijp van voetbal, maar de Engelsen zijn het allerlijpst van voetbal. Die moeten het langst wachten. Hoe bedoel je drama? Ja, die krijgen hem op vrijdag. Wij, de Europeanen, die krijgen hem op donderdag. En de Amerikanen, die hebben FIFA 15 nu al. Ja. Maar jij kunt hem winnen op Radio 15. Ja, je kunt hem winnen. En daarvan hadden we de volgende vraag bedacht. Welke speler is de beste in FIFA 15? Kom maar op. Harold, goedenavond. Goedenavond. Nou, zeg het maar. Wie is de allerbeste speler in FIFA 15? Messi. Ja, Messi! Ja! Wat? Nee, hoezo niet moeilijk? Dat was ook niet zo'n moeilijke vraag, nou, daar zal jij even gissen. Want ik heb dus een code gespeeld van FIFA. En je weet, dat nummer, dat getal wat er aan zo'n speler hangt, in dit geval 93, dat verandert nog wel eens hoe goed de speler in vorm is in real life. Dus... Zo kwam hier op de sms ook een paar keer het antwoord Jasper Cillessen binnen. Ja, dat is de beste keeper toch? Uit de Eredivisie in FIFA. Ja, maar Manuel Neuer is de beste keeper. Die heeft ook 90. Net als Robben, de beste Nederlandse speler. Hé, hey, en Harold, al dat gejuich en zo, dat betekent dus jij wint FIFA 15. Ja. Oh, hartstikke mooi. Dat is mooi. Wordt ook nu pas daar. Ik kijk er naar uit om te spelen, jongens. Goed, wat zei je? Ik kijk er naar uit om te gaan spelen. Ja, dat komt helemaal goed. We gaan hem jouw kant op sturen en een fijne avond, man. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, succes met jou, man. Yo. En mannen, wij zien jullie volgende week weer natuurlijk. Ja, en vanavond hoor ik je weer, denk ik, in mijn headsetje te brullen. Ja, in het headsetje. Ja, ik ben, 5:05 zit ik erop, hoor. 5:05 knal ik die PS4 aan, is het feest. Alright. Goed, en deze... Sorry, ik dacht even dat ik op de tafel sloeg en dat muziekje stond. Donderdag natuurlijk lekker FIFA, allemaal feest. En Wart gaat toch eens een keer uitslapen tussen de gordijnen en de Destiny door. Nee, ik ga naar DreamHack.